Wat kunnen we doen? Wat zegt het woord? Wat is echt belangrijk? Houd van de Heer je God met heel je hart, met heel je ziel, met al je kracht, met heel je verstand. En houd van je naaste als van jezelf. Precies. Doe dat en je zult leven. Wie is mijn naaste? Nou, niet die soldaten. En Caesar dan, hè? Hoe zit het met Caesar? Er was eens een man die van Jeruzalem naar Jericho reisde. Toen rovers hem overvielen, beroofden en sloegen en hem half dood achterliet. Toevallig kwam er een priester lang. Maar toen hij de man zag liggen, liep hij met een boog om hem heen. Er kwam ook een leviet lang. Hij keek naar het slachtoffer en liep toen aan de andere kant voorbij. Een Samaritaan kwam ook langs de man. Toen hij hem zag, stroomde zijn hart vol medelijden. Hij ging naar de gewonde man toe, goot olie en wijn in zijn wonden en verbond hem. Toen zette hij hem op zijn rijdier en bracht hem naar een herberg waar hij voor hem zorgde. De volgende dag gaf hij 2 zilverstukken aan de herbergier en droeg hem op voor de man te zorgen. Hij zei, als u meer kosten maakt, betaal ik dat als ik weer langskom. Wie van de 3 was nu de naaste van de man die werd overvallen door de rovers? De man die medelijden had. En zo moeten jullie ook doen.